We hebben ons huis gevonden. Ja, dit is het. Nou ja, dit was het, kunnen we beter zeggen. Welkom bij deze speciale video, want in deze video gaan jullie het huis zien waar we een maand geleden verliefd op werden. Het is wel even slikken, want ons droomhuis is verkocht aan iemand anders. Maar goed, het positieve is dat we je nu eindelijk wel kunnen laten zien van welk huis we nu zo enthousiast werden. En je kunnen meenemen in dit zenuwslopende Franse koopproces. Oh, en als je hier nieuw bent, wij zijn Jesson en Gabrielle en reizen sinds september 23 fulltime door Europa op zoek naar ons droomhuis. Na 6 maanden Spanje kregen we toch een kriebel in Frankrijk en inmiddels hebben we daar 13 huizen bekeken waarvan 1 het dus helemaal had. Met de nadruk op had. Nou ja, goed. Daar gaan we. Frankie is getting excited. Yes. So here they had a camping car before. So they put it here. More quiet than the one before. It's different. Here yes, you, it is. You don't have the lake, but it's a very difficult place to find like this now, because the same place like this, it's I only have one. It's very, very difficult to find an area here without nobody. On the right side, and the older land is here, and we have a lot small part of forest here. Oh, okay. This way, south is here. Right? Yeah, okay. Yes. Yes. Jeetje. Jezus jongens, kijk dan. Dit hele veld kan je gewoon je hele groentetuin opmaken. We hebben een small barn en een garage daar. Oké. It's smaller. But you can. Wow. Ah. So you have also trees, fruit trees there. Yeah. You will see it after. And a garden, a big garden there, because they make a very big garden. Look at the view. This is. And the view, yes. This is amazing. Nice view, yes. Okay. So this is a maybe for friends, a room for friends. If you don't like them. If you don't like them, yes. No, it's a. This is perfect. This is perfect. You can make like this. Yes. And he renovated everything by himself. Yes. Without. You want to go upstairs? Two. It's you. This is included, really? Because yes, we are here, and the part who is not cut is here, and right. Goes near the road. Oh yes. So you can put a yurt this there. This is perfect for you, yeah. Because with they don't cut the grass one time by year. Comes here, it's possible to come here. The shadow. Yes, l'ombre, shadow, yes. I was searching for this word, shadow, yes. The shadow, okay? So it's possible to. Yes, big one. It doesn't, it never runs away. Okay. This, Frankie, if you want. So this is a second kitchen in a third room, because we have only 2 rooms. This is the summer kitchen, what's yes. In the oh, you okay. Can take it off, and this is nothing. You can take, you can make a bathroom here. There is nothing inside, nothing for the moment. Oh, it's like a storage. Yes. You have double glasses window everywhere, and we change in our room. It's possible. Room. Smaller than the other one, but you have stones
they leave the stones here, yeah, on the other side. The roof with... I thought it was way smaller. And the entrance, the main entrance is here. And the view here over the garden is amazing. Yes, yes, yes. Normally you go inside by this way. Look at that. Wow. Here it's the view is special. You can there's a yard. The fireplace is there, but you can change it. So oh, this is here. Yeah. Oh. Yes, yes, yes. Okay. This is the main. I like that. I don't like the gray, but that's fine. No, but you can change it. You can put it in yellow or red if you want. I do like the stones a lot, so. Yes, a lot. I thought this room would feel much smaller, but the ceiling is quite high. Yes. The room. The first room. Ja, dit is het. 100%. 100%. Ik heb ook de goed. So, after you have the bathroom, with the shower and the toilet, all is in the same place. A bit small, but... Yes, but very clean and very useful. It looks renovated. No, but yeah, I know, wait, but it looks yes. It looks neat. Clean every time. Everything is very clean. You can make it like this every day. You never see nothing. It's like my mom lives they here. Live, and they live here all the day long. So still, yes. It's crazy. It's a main house. They should learn us how they do this. I'm good in cleaning. Yeah, that's true. And that's the second room, like the first one. Yes. Yeah, everything is a lot smaller, but... Yes, but... The outside is not. Yes. But we will see after we have a barn, it's possible to... Maybe to... You can even make a small chill room or something. Yeah. Or an extra bedroom. To close the door and to change it. This in extra bedroom, of course. Yes. Like you said. I love this tree. The people don't renovate the roof and they have problems after. So this is a cave, a big cave with a concrete floor. Yeah, that's nice. Yes. No wood. Oh, there's isolation. Yes, upstairs and downstairs. They made it like 2 years ago. No, it's for the cat. Thank you. You will... get sick. You will mewle après. Okay. Meow. Yeah. Problem. It will be changed in a cat. Yeah, then the cat doesn't want it anymore. I think it's not the same. Then he will change in the cat, he said. Oh, this is what I want to do as well. Yes. Pot everything. Yeah. And now you there's even a... You have the washing machine here. You have a small toilet. If you are in the garden, you want to go to the toilets, you have a small one here. Oh. And this is the place for the washing machine. And you have a small shower. And a shower. Yes. Man. And you have isolation here. And if you are too dirty, you can take a shower here. The main shower, it's a second shower. Yeah, but is this also good for when you have people sleeping over? They can. Yeah, if you make everything clean, well, it's clean, but I mean. If you put a yurt, you can. Yeah. They can use the toilets and the shower. Yeah. Oh, that's a good one.
That's what I meant. Oh, really? I thought you meant when there's family over, they could stay here. My parents can use this as well. So, this is the house. After we will have a look at the garden. Then, and we go to the garden. The vegetables, the food. Again, perfect. Yeah. Big one. This one is a serious one. Not for beginners. But this is exactly what we want. Yeah. This one is very... The other house was also good. It was possible. And you can make it bigger. Here they are younger, the people. They are 70s, the other one are 80s. It's why the size is different. Yeah. So you have also fruits there, cherries and different fruits there. Mm-hmm. And you didn't hear any car. No. Yes, maybe. Is this apple tree? Yes, apple, cherries, and apple. Apples also, but there are different apples. Apples also. Yeah, this is perfect for the yurts. That's the part who is not used for the moment. All that part. And what I like about it is already all the colors, so you can make a little path in between and keep the... Plume. Oh wow. Plume. Oh, that's an... how do you say that in English? The door. It goes to... Yes. So you have concrete here, you have electricity here. This is big. Yes. Oh, the mower. Yes. We have to talk about that. We need a big one, yes. Yeah. And it's a mower with the, look. Yes. With the belt on already. Yes. I hear the chicken. Yeah, the chickens. Okay, do you like chickens? Some friends. Are they selling this as well? Maybe. They are going near the and here you have a garage. A very clean garage. So maybe it's possible to check this in. Oh wow. This is really electricity. And upstairs, it's possible to make something also. Oh. Attention. You can make, put a big one. This is just for for going sometimes, but you can put a real one here. Yeah. If you want to have a look upstairs. Yeah. It's possible to make, it's big upstairs. Oh. Oh wow. Nice. It's really big. The chickens. The chicken run here. Oh, perfect. Here, the chickens are here. Of course, a little forest as well. Coming. They are coming. So here it's possible to put a yurt maybe here, why not? Yeah, could be. Why not? You can cut two or three trees here. Mm-hmm. It's difficult to say two or three trees. Yeah. Two or four trees. It's more simple. Yes. Two, four, maybe? Yes. Yeah. Or five. Five trees. It's easy. They had Alright. Oh. Ik voel me bijna zeg maar niet goed. Ik voel me gewoon helemaal ziek gewoon. Ja, ik voel me echt een beetje ziek. My god. We hebben ons huis gevonden. Ja, dit is het. Dit. Maar het is zo... Het is... Nou, we zaten gisteren nog te praten over... Ik vraag me af of we dat wel dat gevoel gaan krijgen bij een huis. Of we wel door dingen heen kunnen kijken. Of dat wel de plek. Of dat...
of het allemaal, ja, komt ja, dat gevoel wel? Of moet het je gevoel echt, zeg maar gelijk komt, of moet je echt eerst gaan bedenken van wat kan je er allemaal mee? En dat het dan een beetje groeit of zo, dat gevoel, weet je wel. En niet dat het gelijk is. Nou, ik kan je vertellen, het is zo gelijk hoor. Ik was vanmorgen, werd ik wakker en ik had een enorme kriebel in mijn buik. Dat is toch gek? Ik was helemaal zenuwachtig. En ik dacht, dat is echt, hij dus echt nooit. Ik ben ik nooit. Ik dacht echt van, wat kan dit jongen? En de hele weg ging naartoe. En ik weet niet wat het was, maar we kwamen daar aangereden, jongen. Jezus, ik was gewoon, die kriebel die was even weg en we kwamen bij dat huis aangereden. En echt, ik schoot gewoon helemaal vol. Nou, ik had echt dat ik bijna moest janken. Ik ook. En dus ik was heel enthousiast, allebei waren heel enthousiast. En we dachten, oh, ik dacht, wauw, dit is het. En dat sloeg dus halverwege de bezichtiging om in zo'n van, als we dit maar kunnen krijgen. Wat nou als we het niet krijgen, dacht ik ineens. En toen kreeg ik een soort van angst en dacht ik, ik moet niet te blij zijn al. En dan ging die makelaar, die ging op het laatste moment ook nog zeggen dat er al een Engels paar is die dus aan het wachten zijn op de financiering. Ja, en als dat dus rond is, dan is hij gewoon verkocht. Eikel. Echt waar, dit is gewoon alles wat we zoeken. Ineens maakt me ook geen reet uit dat het nog 10 minuten verder ligt of zo. Nee, mij ook niet. Ik dacht echt van, dit is het gewoon. Want ik wil daar toch niet weg. Ja, een keer boodschappen doen, maar de rest ga ik gewoon de hele dag daar rondlopen. Ik ga daar gewoon een gat graven. Je mag me daar gewoon. Daar wil ik dat gewoon, is zonde. Daar wil ik gewoon dood gewoon gevonden worden. Kijk maar, de gelijke rol. Het is zo vet. Het is zo vet en mooi. En ik durf gewoon eigenlijk niet enthousiast te zijn. Nee, ik ook niet. Het is gewoon te mooi om waar te zijn. Maar dat is ook angst. Natuurlijk, dat begrijp ik heel goed. Maar het is ook bijna echt te mooi om waar te zijn. Het is echt een paradijs. Het is echt een paradijs. Het is niet. Het is echt niet normaal. Jongen, ik kan het niet eens. Ik ben zo. Want als je kijkt naar onze lijst. We hebben de oprit. De mooie oprit die er is. Door een bebost gebied. Dan heb je een groentetuin rechts. Ik had heel lang in mijn hoofd. Als ik dan ging denken aan mijn droomhuis. Dan had ik zo'n soort van visioen van een plek met een open veld met bomen eromheen. Nou, gelijk aan de rechterkant, als je bij de oprit komt, heb je dat veld. Daar hebben zij dus een hele grote moestuin. Maar dan kan je eventueel ook camperplaatsen maken. Dus dat is daar helemaal perfect voor. Dan heb je het huis zelf, wat niet te groot is, maar groot genoeg. Hebben we ook heel vaak gezegd van, een klein huisje is prima, zeg maar, als het land eromheen maar mooi is. Dan hebben we een renovatieproject, een klein renovatieproject, om dus een huisje te maken wat we kunnen gaan verhuren. Dan heb je beneden in het huis, in het oude garage, gewoon een douche en een wc waar je ook gebruik van kan maken. Als je of met een camper staat of in een yurt kan overnachten bij ons. Want er is ook nog een heel veld die nog niet in gebruik is. Waar je dus yurts op kan plaatsen. Wat een fucking mooi uitzicht heeft over het land eromheen. Dat is een dikke garage die helemaal netjes en nieuw is. Maar ik had dus ook, ik had ook gewoon een bebost gebied in mijn hoofd. Met een, ik had een bepaalde view in mijn hoofd, gewoon dat je zo'n uitzicht hebt. En dit was het, ik stond daar, dit is gewoon alles wat ik in mijn hoofd heb. Ja. Oh mijn god, en als we hierna een video moeten maken dat het niet gaat lukken, dan ga ik echt. Dan ga ik wel echt janken. Ga ik echt janken. Ga ik gewoon kapot. Ga ik kapot. Ga ik gewoon kapot. We gaan echt ons uiterste best doen dat het gaat lukken. Het enige wat ik dus kut vind is dat wij ook. Kijk, er is dus een Engels stel die wacht nu op financiering van de bank. Ja, dat moeten wij dus ook. En dat is het hele probleem. Ja, maar hij zegt dit, hè. Maar het huis staat al een tijdje te koop. Hij is in prijs verlaagd. En hij staat ook voor de vierkante meters best wel hoog in de markt. Ja, maar. Dus het kan ook een spel zijn. Ja, het kan een spel zijn. Dat is absoluut waar. Het doet nog bij de French. Maar ik ga niet denken dat het een spel is. Want ik wil het heel serieus nemen. En dit is dus exact. Als je het hebt over het gevoel wat je wil hebben. Gewoon wat we eigenlijk altijd zeggen van. Ik wil eigenlijk gewoon dit voelen, anders wil ik het, hoeft het voor mij niet. En dit is exact wat dit het is. Dit is het. To be continued. Hoop ik. We zijn een beetje enthousiast. Ja. Welkom bij Digio. Helaas is op dit moment geen medewerker beschikbaar. What are you doing? Heel snel contact opnemen met mijn boekhouder. Het is vrijdag en we moeten voor 5 uur iets aangeleverd hebben voor de bank. Hypotheekaanvraag. Oh man, even denken. In for profit. Oké. Sjoerd belde, onze aankoopmakelaar. Die heeft heel lang met de verkopende makelaar aan de telefoon gezeten. Wat best wel een pittig gesprek was, want de verkopende makelaar heeft een paar troeven. Ja, wij konden niet anders vanwege de hele situatie om
alle kaarten op tafel te gooien. Mm-hmm. Hij heeft, dat is ook wel beter. Ook zij, ja. De verkopende partij heeft nu dus ook onze financiële situatie gezien. We hebben gewoon, hij zegt, ik heb alles op tafel gegooid, dit is het. Dat vonden ze wel interessant. Er zijn dus heel veel gegadigden. Er zijn vandaag ook weer Nederlandse mensen wezen kijken. De hele week zijn er eigenlijk zijn heel veel Nederlanders die hebben gereageerd. Dat is niet zo leuk, mensen. En de Engelsen die zijn dus al in een verproces. En dus de verkopers die hebben zoiets van, er zijn heel veel gegadigden en we willen gewoon geld zien. Dus we willen niet zomaar een tijdelijk contract tekenen. Maar ze hebben gezegd, als zij 5000 euro onder de vraagprijs willen gaan zitten, dan zijn we bereid om een voorlopig koopcontract. Nee, een contract op te stellen waarin wij dus een x aantal weken de tijd krijgen, dus dat de woning wel uit de verkoop gaat. Hij zegt, ja, dus het is aan jullie, zijn jullie bereid om dat te betalen? Ik zeg, ja, kijk, als het om 5 of 10.000 euro gaat, dan ga ik niet moeilijk doen als we om een droomplek. Nee. Kijk, we zien hier ook huizen die wij gewoon zo kunnen betalen. Alleen daar moet gewoon heel veel aan gebeuren. En ja, wat ik al eerder tegen jou zei, van, nou, ja, dat, hier ligt alles al klaar. En het huis is al zo goed als af. Ja, je kan meteen beginnen, je kan meteen verder. Ja. En ja, wij, ik ken ons. Zelfkennis is heel belangrijk. Ja, ja, nou ja, het, wij raken snel het overzicht kwijt. En als wij eerst heel veel tijd en geld en energie moeten gaan steken in het huis bewoonbaar maken, nou, ik denk dat het best wel veel met ons doet. En ja, daarom hebben we besloten van, nou, laten we eerst kijken of het, dit is gewoon, ja, wat we willen. Ja. Nou, er is gewoon de afgelopen tijd heel erg veel gebeurd, wat we dus nog niet hebben opgenomen, puur omdat het was een beetje een rollercoaster. Ja. Nou, we zijn bij het huis geweest, we hebben jullie verteld wat we van het huis vonden. En vanaf toen, wat hebben wij toen gedaan? Want volgens mij hebben we wel verteld dat we een contract hebben opgenomen met een aankoopmakelaar in Nederland. Een partij die dat voor ons wil regelen. Ja. Dus die eigenlijk, ja, het contact overneemt met de verkoopmakelaar. Daar mag je voor kiezen, je mag het ook zelf doen. Maar wij hebben ervoor gekozen dat hij het hele contact overneemt. Puur omdat het voor ons helemaal nieuw is. We hebben geen idee wat gebruikelijk is. En voordat wij domme dingen gaan zeggen of doen, ja, hebben we gewoon liever dat iemand die daar veel ervaring mee heeft, dat van ons overneemt. Wij kennen de markt niet. We spreken geen vloeiend Frans. Plant. Vloeiend plant. Vloeiend plant. Ja, deze persoon die hier heeft al 30 jaar ervaring hier in Frankrijk. Kent de markt. Weet hoe het spelletje gespeeld wordt. Het grappige is dat een van de eerste dingen die wij natuurlijk voelden is, nou, dit is het huis dat we willen. Dan moeten we dus een bod gaan doen. En dat is natuurlijk heel gebruikelijk in Nederland, want dat ben je gewend. En we hebben hiervoor natuurlijk al 2,5 jaar in Nederland gezocht. Dus we zitten eigenlijk nog wel helemaal in dat riedeltje in ons hoofd. En dus wij zaten heet van, nou, we moeten een bod doen, we moeten een bod doen. Maar we willen dat dus eerst bespreken met die partijen in Nederland. Wat moeten we dan gaan bieden? En nou, we merkten eigenlijk al heel snel dat we elke keer niet echt tot een antwoord kwamen van, oké, maar we willen dan een bod gaan doen. Wanneer gaan we dan het bod doen? En wat voor bod wordt dat dan? Ja, het duurde heel lang. Ja, we werden daar zelf een beetje onrustig van. En toen hebben we weer contact opgenomen met die partij. En aangegeven van, nou, wat gaan we dan nu doen? Want we willen het huis wel graag hebben. En het is nu vrijdag. Ja, wij voelen gewoon van, oké, let's go. We moeten heel snel handelen. Ja. Want we lopen al achter. Ja, dus wij dachten, als we dan een beter bod neerleggen bijvoorbeeld, misschien hebben we dan toch voorrang of whatever. Maar ja, dat was eigenlijk het eerste goede advies van die Nederlandse aankoopmakelaar. Er wordt eigenlijk nog helemaal niet over geld gesproken. Want de makelaar geeft aan dat er een andere partij is. We weten helemaal niet of dat echt zo is. Misschien is het ook een trucje of een strategie wat hij aanhoudt. En daar willen we eerst achter komen. Ja, stel dat die tweede partij er wel is, maar die gaat halverwege toch afhaken, dan hebben wij een veel betere positie om te onderhandelen. Ja. Dus wat hij sowieso adviseerde is niet direct met een bod te komen, maar aan te geven dat je gaat zorgen dat de financiering bij de bank wordt geregeld. En als je daar meer van weet, meer over weet, dan pas ga je over geld praten. En dan kan de situatie dus al zo veranderd zijn dat je een hele andere positie hebt om daarin te onderhandelen. Dus we gaan nog geen bod doen. Dat was eigenlijk het punt op vrijdag, vorige week vrijdag, nadat we het huis hadden bezichtigd. En toen, want het is dus nu de zondag erop. Ja, de grootste, moeilijkste stap op dit moment. En daar waren we ons vanaf het eerste moment eigenlijk al bewust van. Mm-hmm. Kunnen we een financiering krijgen, ja of nee? We hebben al meerdere mensen gehad die vragen, of online hebben gezegd op social media, van waarom ga je niet eerst kijken of je een financiering kan krijgen? Nou, waarom is dat? Als we naar de cijfers kijken, dan kunnen we een financiering krijgen. Als we kijken naar de inkomsten, als we kijken hoeveel, hè, je mag 30% van je inkomsten gebruiken voor een hypotheek. Nou, dat is
theoretisch gezien allemaal mogelijk. Maar ja, we lopen er gewoon tegen een paar dingen aan. Wij zijn hier de buitenlanders. En ze zitten niet te springen op buitenlanders. En al helemaal niet op buitenlanders met een eigen onderneming. Want waarom ga je met een onderneming uit Nederland in Frankrijk wonen? Nou dus... ja, niet alleen dat. Maar ook, het is een buitenlands bedrijf. Dus het is veel lastiger voor Frankrijk om te achterhalen hoe legit, zeg maar, jouw bedrijf is. We hebben eigenlijk drie punten lopen we achter. We zijn en buitenland en een eigen onderneming in plaats van een vast contract bijvoorbeeld. Dat was gunstiger geweest. En daarbij een dip in de omzet. Dus ja, dat maakt in totaal onderaan de streep dat de kans gewoon best wel klein is dat het gaat lukken. Het is niet nul. En dat betekent dat we het wel gewoon... Ja, we moeten het gewoon proberen, want dan weet je ook waar je aan toe bent. En anders blijft het voor altijd natuurlijk in je hoofd van... Wat nou als we dat wel hadden gedaan? Ja, nou, er zijn niet alleen maar minpunten. Want er zijn ook zeker, nee, zeker positieve punten. En ja, best wel een groot voordeel is dat wij hier dus niet tijdelijk gaan wonen. We zijn niet op zoek naar een vakantiehuis. Wij gaan een Franse bankrekening openen. En we gaan ook het bedrijf van Nederland naar Frankrijk verplaatsen. Mm-hmm. Wat nog wel eens interessant kan zijn. Want dat betekent gewoon heel zwart-wit dat wij letterlijk geld naar Frankrijk gaan brengen. Ja. Dat kan nog wel eens interessant zijn. Maar goed, het wordt gewoon heel lastig. Ja, de status is nu... dus de makelaar belde, die heeft dus met de verkopende partij gesproken. Zij willen eigenlijk niks doen. Geen tijdelijk contract of wat dan ook tekenen als er geen financiële zekerheid is. Mm-hmm. Maar er is een lichtpuntje. Het eerste lichtpuntje. En dat is dat ze bereid zijn om een contract te tekenen waarin ze voor een x aantal dagen geen bezichtigingen meer doen. En het huis niet kunnen verkopen of willen verkopen aan een ander. Dat wij dus een tijd hebben om het financieel rond te krijgen. Er zaten wel wat haken en ogen aan. Want wij moesten gewoon alle kaarten op tafel leggen. Anders was er gewoon geen deal. Normaal gesproken zou je echt wel best wel goed kunnen onderhandelen. Maar er zijn gewoon meerdere gegadigden. Dus ja, zij hebben gewoon heel wat troeven in handen. Ze zijn bereid om een contract te tekenen. Waarin ze dus... In eerste instantie hebben ze 10 dagen aangeboden. Daar zijn we nu mee bezig dat het 20 dagen wordt. Ja, wat ook al heel erg kort is natuurlijk. Ja. 10 dagen is gewoon, dan kun je net zo goed niks doen denk ik, want het heeft geen nut. Ja. 20 dagen is van, nou, de kans ook heel klein dat je dan al contact hebt met de bank, maar... Nou ja, contact ja, zal er zijn, maar je hebt nog niet... Uitsluit. Nee, waarschijnlijk heb je dan een soort van bericht van, hey, we vinden je situatie interessant, we willen wel met je in zee, maar dan ja, is er nog niks zeker. Nee, precies. Want dat kan nog wel een maand of twee langer duren. Dus, maar, Sjoerd had gezegd, als we dat bericht hebben, dus in een soort van mail of in een brief, dan hebben we dus alweer een kaart om weer mee ja, verder te spelen. Dan kun je weer zeggen van, nou, we zijn al een stap verder, kunnen we nog x aantal dagen verlengen? Nee, dan had Sjoerd gezegd, dan zouden we kunnen zeggen van, hey, zie, we hebben een bank die met ons wil samenwerken. Ja, okay. Wil je nu wel dat voorlopig koopcontract tekenen? Maar ja, goed, er is nog steeds niks zeker. We zijn nu het weekend in. Dit is de situatie. Dus het is afwachten. En... Ja, het afwachten nu is of dus de verkopende partij gaat tekenen voor die 20 dagen in plaats van 10 dagen. Ja, en vanuit daar gaan we dan dus weer verder kijken. En dan aanstaande dinsdag hoopt Sjoerd het hele document bij de bank te hebben liggen. Ja, beleggen. We zijn in ieder geval alweer een stap verder. Want het kan ook zijn dat we wel een financiering kunnen krijgen. Maar dat bijvoorbeeld het huis toch verkocht wordt ondertussen. Ja, dat zou ook kunnen. Dat we maar goed, we gaan het zien. Ja, super spannend allemaal. Leuke fan. Even een kleine update vandaag. Want we zijn, het is maandag. En we hebben een bericht gehad van onze aankoopmakelaar. En dat het tijdelijk contract bevestigd is. Dus getekend door de verkopende partij. Dat betekent dat wij, als het goed is, moet ik even nachecken, 20 werkdagen hebben een bank te vinden die wellicht met ons in zee wil gaan. Dat ook nog, dat zou ik bijna vergeten. Dit is echt een voordeel als je dus gewoon zo'n partij in handen neemt. Want zonder dat hij dat eigenlijk met ons heeft overlegd, heeft hij het nog weten te onderhandelen. En heeft hij ook nog €2000 van de vraagprijs afgeluld. Nou, van de koopprijs. Want de vraagprijs was wel lager. Oh. Hoger dan de... Van de koopprijs. Ja, dus we komen nu een leuk bedrag onder de vraagprijs uit. En spannend. Mm-hmm. To be continued. Ja, zijn we weer een dag verder. Oh, de dagen gaan heel langzaam. Ja.
Maar dit was echt een regeldag. Ja, ik kreeg echt van onze contactpersoon allemaal vragen. Allemaal financiële dingen. Voornamelijk. Ja, omdat je dus gewoon ondernemer bent. En al die vragen op je afgevuurd krijgt, dan ga je op een gegeven moment echt... Het voelt gewoon één groot warrig verhaal en er moet dus een duidelijke lijn inkomen. Het is allemaal... Ja, het is gewoon zenuwslopend. Want je zit de hele tijd met de vraag van, gaat het lukken? Ja. En wat een ding is, in Nederland, is goed om te weten. In Nederland hebben we dus bedrijfsvorm eenmanszaak. En daar kun je gewoon handelsnamen bij aanplakken. En dan kan je onder die handelsnamen werk doen. Dat is in Nederland gewoon heel plausibel. En dat vinden de banken helemaal prima, want ze kennen die bedrijfsvorm. Mm-hmm. Maar ja, in Frankrijk hebben ze daar geen boodschap aan. Want in Frankrijk zien ze gewoon verschillende namen staan en denken van... dat klopt niet. Het zijn allemaal verschillende namen. Ja, het is niet hetzelfde bedrijf. Het is niet hetzelfde bedrijf. Ja, dan krijg je het wel een beetje heet onder de voeten. Van ja, hoe gaan we dat dan fixen? Dus we moesten alles overal aanpassen naar hetzelfde bedrijfsnaam. En alle documenten opnieuw. Maar ja, goed, je hebt dan boekhouding van de jaren ervoor. En dan, staat natuurlijk allemaal al vast. Ja, dat kan je dan niet meer aanpassen. Nou, je moet natuurlijk sowieso veel documenten aanleveren als je een huis gaat kopen in het buitenland. Ook in Nederland. Gewoon alle financiële documentatie moet je hebben. Maar ook... waar je staat ingeschreven, je woonadres, bewijs daarvan, bewijs van je eigen inleg. Gewoon heel veel documentatie. Dus dat was het doel van vandaag, om dat allemaal bij elkaar te rapen. Ja, dan kom je er ook wel achter alles hoe verstrooid je bent. Maar goed, het is voor zover gelukt, denk ik. Dat heeft met name te maken... Wat gewoon niet meehelpt, is dat we zijn verhuisd. Ik had een kantoor in Leeuwarden. Ja. Meerdere handelsnamen, dus... het ene bedrijf staat op het kantoor ingeschreven. Nou ja, het kantoor is natuurlijk nu weg. Alles is nu sinds kort naar een ander adres gegaan. Dus er zijn gewoon heel veel. Ja, en dan merk je van, ik heb dus nog niet overal mijn adres aangepast. Het zorgt natuurlijk ook voor best wel veel stress. En dat je gaat nadenken van, ik hoop maar dat de situatie goed genoeg is voor een bank om met ons in zee te gaan. Dat het allemaal straks netjes is. Ja. En het kost natuurlijk nu ook wat meer tijd, omdat alles dus nog moet worden aangepast. En hij wilde eigenlijk gisteren op dinsdag alles al naar de banken sturen. Maar omdat dit nu allemaal wat langer duurt, kon dat ook nog niet. Dus dat is natuurlijk ook wel weer wat ons weer een beetje druk op legt. Het is echt zo niks voor ons. Nee. Het is gewoon echt stressvol. Wat het ook wel weer heel mooi maakt. Alleen, kijk, in Nederland weet je gewoon waar je naartoe bent. Dan heb je gewoon een contactpersoon, dan kom je mee. Het gesprek en die kijkt naar de cijfers en die zegt gewoon, jullie kunnen maximaal dit krijgen. Ja. En hier zijn zoveel onzekerheden en dat maakt het allemaal extra spannend. En we gaan ook als een rollercoaster, want gisteren waren we ook even aan het wandelen en toen zei ik ineens van, we zijn in één keer zoveel stappen aan het maken. Ja, we zijn in één keer al veel verder dan we door hadden, zeg maar, in het proces. Ja, het gaat ook best wel snel trein, want eigenlijk... waren we voor ons gevoel nog een beetje, maar net in fase 2. Fase 1 was een land vinden. Dan moet je nog een omgeving vinden. En voor ons gevoel is dat gewoon heel erg gelukt. Maar ineens... vind je ook een huis? Zijn er huizen? Ben je in gesprek met de contactpersoon? En gaat het gaat gewoon in een sneltreinvaart. Want... vorige week hadden we het huis gevonden. En nu een week later zit je al... alle documenten te verzamelen om bij banken aan te kloppen. Ja, dus en is er al een formulier getekend voor 20 dagen regeltijd, om het zo maar te zeggen. En is er al een bod geaccepteerd? Ja, er is een bod neergelegd. En dit is de grootste volgende stap als dit lukt. We zijn eigenlijk ineens... En dan zijn we er al. We zijn ineens bij de laatste stap. Ja, dan moet nog steeds alles overgezet worden naar een Franse bank. Bedrijf worden opgezet, dus we zijn er dan nog niet helemaal. Maar ik denk dat we er gewoon vanuit moeten gaan dat de komende weken... gewoon even het minst leuk gaan worden, omdat elke dag telt. Want we hebben er maar 20 om in ieder geval een eerste reactie te krijgen van de bank. Dus dat maakt het extra zenuwslopend natuurlijk. Dat wilde ik zeggen en dat maakt het zo zenuwslopend. De kans is gewoon echt heel klein, maar ik heb ergens toch goede hoop of zo. Ik heb een beetje wat jij ook zei gisteren. Van elke keer, ik voel gewoon van alles, jongen. Dat is niet normaal. En elke keer als ik dan... begint te fantaseren over dit en dat. En dan denk ik, ik probeer het ook een beetje weg te stoppen. Mm-hmm. Ik ga er iets verder in door. En dan laatst kon ik bijvoorbeeld niet slapen. Zag ik er gewoon, ik zag het hele bedrijfsplan al voor me, wat we daar gingen doen.
Ik merkte ook aan jou dat jij nog veel meer zo was van nee, niet toelaten. Eerst maar zien, dan geloven. Ja, ik heb gewoon geen zin om zo'n gigantische teleurstelling te voelen. Want ik weet zeker dat ik dat ga krijgen als ik nu het al helemaal voor me ga zien. Ik wil eerst gewoon die 20 dagen voorbij zijn. Kijken hoe ver we dan zijn. Of er überhaupt een sprankeltje hoop is van een bank. Of dat Sjoerd dan terugkomt en zegt van ja, sorry, maar tot nu toe is het alleen maar heel erg moeilijk geweest. En ik heb er een beetje een hard hoofd in. Daar wil ik gewoon eerst iets meer van horen. En dan kan ik misschien mijn hoop iets vergroten. Maar op dit moment, ook omdat Sjoerd al meerdere malen heeft gezegd dat hij zelf de kans best wel klein acht. Kijk, we hebben er gelukkig heel veel over gepraat. En het is een rustgevend gevoel dat van wat de uitkomst ook gaat zijn, het gaat onze koers bepalen. En we kunnen sowieso iets. We kunnen sowieso een huis kopen. Maar dan wordt het gewoon een goedkoper huis wat een groter project gaat worden. Wat ook prima is. Alleen we zitten ook wel een beetje op zo'n punt zo van, nou, we willen graag aan de slag. We willen dingen doen. En dit is voor ons de beste oplossing. Want dan hebben we met een kleine hypotheek hebben we een huis wat al een soort van af. Nou, het huis is eigenlijk al af. Ik vind het wel leuk, want op het moment dat we dit aan opnemen zijn, volgens mij kan er elk moment een nieuwe video online komen. Ja. En in die video's lopen we gewoon echt nu 2 weken achter. Terwijl in de tussentijd zijn we natuurlijk gewoon hiermee bezig. Excited, en zijn we helemaal excited. En wat ik ook een grappig idee vind, is dat we nu dit allemaal opnemen. En dat wij op dit huidige moment dus nog niet weten hoe het gaat lopen. Maar als we dit gaan delen, dan is er natuurlijk al een uitkomst. Dus vind ik een grappig idee dat wij nu nog heel onwetend aan het praten zijn. Maar dat straks in deze totale video ook gelijk het antwoord is of we wel of niet het huis kunnen kopen. Hoi Sjoerd, ik ben Jason. Kort gesproken weg ging zei, joh, eigenlijk is het deze week, niet alleen jullie dossier, maar ook in andere financiersdossiers, zijn er geen meters gemaakt. Heel veel mensen bij banken zijn op vakantie. Wat verwacht je nou per doorlooptijd? Nou, we kijken denk ik wel naar half augustus voor wat reactie verwacht te krijgen. Oké. Nou, dan gewoon afwachten dus. Wij gaan even een voorspelling doen hoe het gaat lopen nu, want we zitten natuurlijk de hele tijd in afwachting en we zijn er eigenlijk een beetje klaar mee. Dus we hebben bedacht, we gaan nu hardop uitspreken hoe het vanaf nu gaat lopen. Ja. En ik geef nu het woord aan jou. Ja, want we worden deze week worden gebeld door Sjoerd. En dat hij dan op het laatst zegt, maar we hebben toch een bank bereid gevonden die met jullie in zee wil gaan. En dat gaat er gebeuren. En dan volgende week kunnen we tekenen. En dan gaan wij rustig even nadenken, oké, hoe gaan we dan vervolgstappen doen? Nederland. En dan gaan wij 17 augustus bij Michael langs, want die is ook in Frankrijk. Nee, die is dan jarig en dan gaan we zijn verjaardag vieren. En mijn broer, die wil dan ook richting Frankrijk, dus dan mieten we ergens halverwege Nederland, mieten we ook nog mijn broer en Carina. Superleuk. En dan rijden we door naar Nederland en zo gaat het gebeuren. Ja. Nee? Oh, helemaal rood. Maar we hebben een mailtje van Sjoerd? Yes. Mailtje van de tussenpersoon. Dus we gaan hem nu lezen. Ja, beste Jesson, onderstaand de reactie van de verkopend makelaar. Gezien de reactie vermoed ik dat er een andere verkopend makelaar is die de woning verkocht heeft. Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen we daar weinig tegen doen. Deze makelaar waar wij mee aan onderhandelen waren, die heeft tot woensdag. En als er niet met een... Als we niet kunnen bevestigen dat wij de financiering rond hebben, dan hebben ze een ander aanbod. Ja, dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dat is zegt. Wat ze... Dus, ik denk dat dit een afloopt met een... Nou? Nou ja, niet positief voor ons met betrekking tot het huis. Nee, we gingen er al een beetje vanuit. Het is gewoon onmogelijk om een financiering te regelen op dit moment. We hadden dus 20 dagen om de financiering rond te krijgen van de verkopend makelaar gekregen, of eigenlijk van de verkopers van het huis. Langer dan dat wilden zij niet tekenen, omdat er dus nog meerdere kapers op de kust zijn. En zij willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk het huis verkopen en ook zeker weten dat de financiering daar is. Dus de 20 dagen zijn inmiddels verstreken, dat was gisteren. Ja. En we zitten gewoon midden in de vakantietijd, dus helaas zijn de banken dicht en kunnen we gewoon op dit moment niks doen behalve afwachten tot ze weer open gaan. Wat betekent dat we helaas moesten terugkoppelen aan de verkopende partij dat we het niet hebben gered. En nu hebben we dus deze reactie gekregen van de verkoopmakelaar dat we dus nog tot woensdagavond hebben om het alsnog te bevestigen en dat er anders een ander bod is wat
een ander offer is wat geaccepteerd wordt. Ja, nou ja, en dat gaat gewoon niet lukken. Nee, dat wordt hem gewoon niet. Zit anders hadden we... Johnny trouwens. Ja, nou ja. Ik ben ook echt zweetig kapot. Het bloed heet, maar goed. Dat is natuurlijk super jammer. Ja. Maar ja, nou ja, van anderhalve week terug of zo dacht ik nog van shit, en dan was ik helemaal in spanning. En eigenlijk hebben we de afgelopen week er ons al wel bij neergelegd. Ja. Dat dit hoogstwaarschijnlijk de uitkomst zou gaan zijn. Niet dat we al de handdoek in de ring hadden gegooid, hoor. We hoopten natuurlijk heel erg dat het ging lukken, maar we bleven wel realistisch en we wisten heel goed dat het, dat het waarschijnlijk niet goed ging komen op deze manier. We waren er al op voorbereid en eigenlijk heeft het er nu voor gezorgd dat we gewoon heel erg met een plan B en een plan C bezig zijn. Alles staat op dit moment open. Het was in het begin al heel erg teleurstellend om hierbij neer te moeten leggen, maar het heeft zich eigenlijk veranderd in heel veel motivatie. Ten eerste om gewoon meer omzet te gaan draaien dit jaar en daar zijn we al goed mee bezig. Tweede, om eigenlijk de dingen te gaan doen die we heel graag willen doen. En dat is eigenlijk door deze situatie steeds duidelijker geworden. Ja. Ja, en daar hebben we nu gewoon heel veel zin in. Ja, op de een of andere rare manier heeft dit hele proces ons opeens superveel motivatie gegeven. Juist omdat we nu dus in een positie zitten waarin we eigenlijk worden belemmerd doordat we niet de inkomsten hebben die we moeten hebben. Zorgt dat aan de andere kant voor dat we ineens heel creatief worden en denken, hé, maar hoe gaan we dan ervoor zorgen dat wij binnen nu in een jaar bijvoorbeeld dat wel kunnen gaan realiseren? Dus eigenlijk zijn we best wel positief. Ja. Ja, het is wel echt jammer natuurlijk, want het was echt een geweldig huis. Maar het positieve is nu dat we wel het huis kunnen gaan delen, want daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, ja, en dat betekent dat we gewoon knetterhard door moeten gaan. Deze hele reis heeft ervoor gezorgd dat we rust in ons hoofd hebben, dat we meer de dingen kunnen gaan doen die we echt willen doen. En dit soort dingen, en niet alleen dit, we hebben net even met de hond gelopen, kwamen ook weer tot het inzicht van de ontmoetingen die plaatsvinden. We merken gewoon dat door deze reis, dat er steeds meer mensen, steeds meer situaties op ons pad komen. Waardoor je dus andere inzichten krijgt. Waardoor je veel meer dingen leert over wat we nou zelf willen. En wat ons ook weer motiveert om een bepaalde kant op te gaan. Ik vond het gewoon heel erg mooi dat Janno op een gegeven moment zei van... Ja, ga je dan in een lager segment kopen? Of ga je gewoon ervoor zorgen dat je een jaar lang gewoon ervoor gaat en meer geld verdient? Zodat je wel hetgene kunt doen wat je echt graag wil doen. Want waarschijnlijk is dat een korter traject dan dat je in een heel project stapt van verbouwen en andere dingen die je eerst moet doen voordat je überhaupt kunt gaan doen wat je echt wil gaan doen. En dat was wel... Dat was echt een eye-opener. Ja, het was confronterend. Zo van, dan moeten we dat misschien gaan doen. En vervolgens, toen we erover nadachten, toen was het van, maar dit is wellicht wat we gewoon echt moeten gaan doen. Ja. Dus bedankt daarvoor. Ja, zeker. Mindset betekent ook zoveel in dit traject. En ik vertrouw gewoon heel erg op het feit dat het loopt zoals het in onze situatie moet lopen, waardoor wij uiteindelijk de dingen gaan doen die we echt willen doen. Je kan in het negatieve blijven zitten van het lukt niet en zie je wel. En dat gaat je gewoon niks helpen en niks brengen. Ja, alleen maar juist tegenwerken denk ik, want dan zit je in een hele negatieve gedachtenflow en dan ga je alleen maar zien wat er niet goed gaat. Dus. Ik weet niet of ik die shot wil gebruiken met deze setting, maar goed. Tot de volgende.